Beste kijkeraars, welkom allemaal. Ik ben de heer P, ingenieur P. Seripoy. En ik doe dit samen met de heer het kleintje met een lange I en een D. We zullen ook bellers hebben. Maar verder de productie, het idee, uitwerking, realisatie, volgorde van onderwerpen, onderbouwing van onderwerpen en onderwerpen, nativiteit en christelijkheid, is door de heer ingenieur P. Seripoy. De techniek wordt gedaan door de heer het kleintje met een lange I en een D. Ja, het is nu al bijna iets later dan 9 uur, dus laat ik maar beginnen. Had ik gedacht dat meneer het kleintje met een lange I en een D strak op tijd zou zijn. Het is een man van zijn woord en hij houdt niet van strakke afspraken qua minuten en zo. Met hem ben ik overeengekomen dat hij uiterlijk 11 minuten over 9 qua 9-11 en zo aanwezig zal zijn. Dus hij zal zo heus wel in beeld komen. Oh ja, zijn videoconnectie doet het 24/7 en ik heb een account. Even inloggen en kijken waar hij mee bezig is. Zo te zien is hij nog even druk. Maar we hebben nog een paar minuten tot 9 uur en 11 minuten. En laat ik deze tijd gebruiken om niets te vertellen over meneer het kleintje met een lange I en een D. Meneer het kleintje met een lange I en een D. We hebben afgesproken dat ik hem niet bij zijn voornaam noem. Volg de methode. Ik als landbouwkundig ingenieur erkennen zijn in de methode, de wetenschappelijke methode die mij in de Landbouwhogeschool van Wageningen geleerd is. Op basis van zijn methode heeft hij een softwareprogramma geschreven. Geen computerprogramma zoals u dat kent, of hardwareprogramma zoals hij dat noemt, maar pure software. Het heet Cartonix. En dat is geen Gallia. En het is ook niet Cartoon Nix, zoals ik per abuis een keer gezegd heb. Dat werd een zeer enkel punt. Nogmaals, het heet Cartoonix. En dat is dus gewoon cartoon met een X erachter. We willen meneer het kleintje met een lange I en een D niet nogmaals op de kast hebben. Ook wil ik benadrukken dat ik afhankelijk ben van zijn technisch inbreng en ik niet de middelen heb om zijn bijdrage aan de grote samensweringsshow te vergoeden. Ik zou het op prijs stellen als iemand voor mij zo'n donatiebutton zou kunnen maken. Ik heb dat ook aan meneer het kleintje met een lange I en een D gevraagd. Meneer het kleintje met een lange I en een D zei toen iets waar ik niet veel mee kon. Oeh, daar komt hij. Hey, hallo Vince en dag Hekel. Ja, we hebben afgesproken dat u de zendtijd ook mag gebruiken voor uw reclame. U heeft de druk en het enkel klinkt wel grappig. Ja, of wil je liever dat ik je hazelnoot noem? Daar heeft u me te pakken, hè? Maar laten we terugkeren naar de techniek. Ja, want de eikels die laat ik links liggen. En hazelnoten eet ik op. Kijk, jouw eerste vraag die ging toch over het paspoort van 9-11, hè? Of niet? Ja, die van Mohammed Atta. Ja, zullen we maar even zeggen dan, hè? Maar goed, dat heb ik dus allemaal voorbereid. En dan komt hij eraan, hè? Oké. En dan zijn we hier. Dat is verrassend. Ja. Nou, maar dit is dus de eerste output. Oh, even terug. Ja, de eerste output. En wat zie je hier allemaal? Ik zie dat lijken wel de Twin Towers. Ah, dat is op zich goed. Maar wat is 1 en wat is 2? En waarom denk je dat er vraagtekens bestaan? De ene is de North Tower en de andere is de South Tower. Ja, nou, de toren die als eerste geraakt werd, die ging als tweede naar beneden. En dat verklaart waarom mijn programma Cartoonix er vraagtekens bij zet. Maar laten we opschieten, want er komen nog klanten. En wat denken we 3? Ik denk dat Mohammed Atta is. Ja, dat baardje. Hij heette Saddam al-Soukami. Maar waarom kijkt hij verdrietig? Vanwege zijn paspoort, denk ik. Ik ben wel even de draad kwijt, hoor. Maar helemaal dom ben je niet. En wat is 4?
Dat lijkt mij een sluiting, een koppelstuk of zo. Ruimpje open. Nee. In het echt zat die sluiting aan de binnenkant. Maar mijn softwareprogramma, die maakt zaken duidelijk en dan moeten ze aan de buitenkant getoond worden. Ho, er belt de klant. Oké. Ik had ook een verwachtingen, maar hier ben ik echt van onder de indruk. De connectie met het paspoort snap ik nog niet. Dat paspoort van Mohammed Atta werd tussen de puinhopen tijdens een rondgang van de burgemeester van New York destijds in het bijzijn van een cameraploeg gevonden. Zo goed als onbeschadigd. Ah, dat is meneer het kleintje weer met een lange ei en een D. Hey, hallo fans en dag Rakel. Ben je al uitgekeken? Dan doen we nou plaatje 2. Ah, nu al. Hier weet ik gelijk al een vraag. Passaporta, is dat Spaans? Ja, dat komt. Mijn softwareprogramma is meertalig, maar dat kan nog niet echt Spaans. En aangezien jij mij ook niet betaalt, heb ik deze output moeten laten maken terwijl ik aan het testen was. En het softwareprogramma stond toen op Spaans. Of wat Spaans moet worden. Voor het probleem. Maar terug naar 1 en 2. En wat zie je dan hier als 1 en 2? Ik zou zeggen de twee motoren. Ja, maar welke kant draaien ze op? Ik zou zeggen dezelfde kant. En dan naar rechts. Ja, maar is dat logisch? Ik denk niet dat dat per se logisch is. Juist. En daarom zet mijn softwareprogramma daar ook vraagtekens bij. Even vanwege tijdsgebrek staan we niet stil bij nummer 3, de sluiting, want die is nog steeds dicht. En nummer 4 is ook wel duidelijk, en dat is het paspoort. Kijk, waar het om gaat, is dat de officiële theorie zegt dat het paspoort nog in de binnenzak zat van de jas die die kaper aan had toen hij een Twin Tower binnenvloog met de Boeing die hij samen met zijn hadlangers had gekapt. Ja, ik begrijp wat hier uitgelegd wordt. Wel vreemd dat de term vergroting wel in het Nederlands staat. Ja, Eikel, staat die term soms tussen aanhalingstekens? Oh ja, dat weet ik dat ook, ja. Ja, kijk, en de meest gangbare samensweringstheorie, die zien we op de volgende output. Maar let op, hè, want deze theorie, die kan dus praktisch niet. Dat is verwarrend. Nou, kijk eens, even achterover zitten. Ja, want wat goed is aan deze output is dat Mohammed Atta het poortje opendeed en zich ontdeed van zijn paspoort. En dat kan je zien aan nummer 1. Dat de sluiting nu open is. Zie je dat ook? Ja, treffend. Ik heb wel een vraag over 2 en 3. Dat komt omdat mijn programma ook algemene dingen duidelijk wil maken. Dingen zoals dat het niet makkelijk is om je paspoort naar buiten te gooien, als je ook al die metertjes in de gaten moet houden. Naar voren kijken, naar rechts kijken en dan ook nog naar links je paspoort weggooien. Ja, ik snap het. Nou, puntje 4 lijkt mij het paspoort van met Atta. Van mij mag de volgende output komen. We hebben een caller via de audio. Even wachten, meneer het kleintje met een lange ei en een D. Nou, ik wil even zeggen dat ik heel lang heb uitgekeken naar een grote samensweringsshow. En dat ik tot nog toe de indruk heb dat we het hier hebben over een paar tekeningen die verkocht worden als softwareprogramma output. Nou, meneer het kleintje, wat is er op uw antwoord? Oh, hij heeft weer een klant. Heeft u nog meer te zeggen? Ja, het moet wel een betere show worden om... de pasta is al wel te zeggen, mevrouw. Ik blijf kijken vanuit de keuken, maar toch vind ik het niet echt overtuigend. Hey, hallo Vincent, dag Eikel. We hadden het in de caller. En was die kritisch? Ja. Ja, dat is mooi, maar om verder te gaan. Want ik heb het idee dat het zo dadelijk druk gaat worden. Wat zie je hier als eerste? Nummer 3. Het paspoort van... Nee, Eikel. De sluiting is weer dicht. Nummer 1 is altijd als eerste. Nummer 2 dan... Wat nummer 2? Wat denk je daarbij? Geen flauw idee. Ooit gehoord van turbulentie?
Dus mogen we aannemen dat het paspoort niet rechtstreeks naar beneden viel. Wel staat vast dat volgens dit model het paspoort eerder op de grond had moeten liggen voordat enige Twin Tower instortte. En dus had het onder de rommel moeten zijn en niet zomaar gevonden kunnen worden in het bijzijn van een camerateam. Dat is raar. Hoe kan dat? Ja, omdat, zoals ik je zei, het hier gaat om een niet praktische samensweringstheorie. Niet waar dus? Nou, nu heb ik een vraag aan jou. Hoeveel beeldjes per seconde heb jij gezien van de explosie van de Twin Towers? 27, 30 beeldjes per seconde? Ja, ongeveer. En hoe zou het eruit zien als we dat nauwkeuriger weergeven? 60 beelden per seconde. Dit is wel een hele duidelijke output. Meters naar boven, een seconde naar rechts. Ja, en je ziet de vibratie. Want staal is elastisch. Denk erom. Helemaal begrijpen, Broeken. Nou, kijk dan naar een plaatje met 1K meer vermogen. En wat zie je dan? Oh, we hebben weer een color. Dat is, als ik mij niet vergis, mevrouw K. Dag mevrouw K. U bent ook onder de indruk van de opnames met 16 beeldjes per seconde, of belt u vanwege een eerdere auto? Ja, ik wil gaan zeggen dat mijn man minimaal een beetje grumpy is. En dat meint hij echt niet zo. Ik vind die Cruiser 911 show zo vaak ziemlich goed. Oh, mijn man had die pasta bereid. Richt goed, kut hutze, dank je lieve. Dank u wel. Heeft u nog een vraag aan meneer het kleintje? Nee, dat maakt het zo. Smaakt goed ook. Mevrouw K, dank u voor uw reactie. Oké, je snapt hem al. Dan kunnen we door naar de volgende output. Ik zie de elasticiteit van staan heel mooi verbeeld door Captonix. Het volgende beeld maakt meer duidelijk. Nou, voor iemand als jij weet ik dat niet. Maar zeg het maar. Ja, volgens mij zagen wij dit beeld eerder. Mohammed Attad ontdoet zich van zijn paspoort. Ja, maar wat is nou anders? Wat maakt deze theorie nou veel plausibeler dan die vorige theorie van de Cartoonix, waarvan ik je al zei dat die niet kan kloppen? Daar heeft u, meneer, het kleintje met een lange ei en een ding. Ja, maar denk nou eens 3D. Oh, nou zie ik het. Op de vorige output code 1 naar beneden en op deze output naar boven. Ja, goed. En combineer output nummer 7 nou eens met output nummer 6. Kunt u dat beeld nog even laten zien? Afwisselend, nummer 6 en nummer 7. Ja, heb je hem al? Of zal ik het antwoord laten zien? Ik denk dat de kijkers benieuwd zullen zijn. Ga maar door. Het is weer heel ingewikkeld. Met allemaal nummers. Ook aantallen, 440 meter en vriendeltjes daarvoor. Wat heeft u hierover te vertellen? Nee, Eikel, wat zie jij als niet-technicus? Nou, nummer 4 lijkt mij de vindplaats van het paspoort van Mohammed Attab. Nou doe je het weer. Begin bij E1. Dat is de onmogelijkste plek waar het paspoort van Mohammed Atta volgens Cartoonix ook had kunnen zijn voordat het omlaag dwarrelde. En dan kan men vinden dat dat wel de plek was. Cartoonix vindt dat niet. De positie bij nummer 2 daarentegen, daar had het misschien kunnen zijn als het paspoort naar boven was gegooid. Dan had het op de bovenkant van de ene Twin Tower kunnen liggen. Oh, nu snap ik het. Door de elasticiteit werd het paspoort omhoog geschoten. En dat betekent... Nou, kijk dan naar de volgende output. Nou, dit is weer zo'n ingewikkelde output. De laatste hoop ik. En wat ik hier weer 1, 2, het paspoort en de vindplaats en een verbeelding van de implosie. Ja, maar denk nou eens na. Oh, wacht.
Doordat het wordt van boven kwam, vanwege de elasticiteit, kwam het dus later dan de rommel van de implosie op die geen plaats. Ja. Hé. Eindelijk valt jouw cartooningskwartje. Als ik nu niet te beledigd ben, hè, Eikel? Nou, meneer het kleintje met lange E en een D. Afrondend zou ik willen zeggen dat ik het een heel verhelderend vind dat we nu een nieuwe theorie hebben die misschien mogelijk zou kunnen verklaren waarom het paspoort van Mohammed Atta zo ongeschonden gevonden kan worden. En ik denk dat onze kijkeraars en de mensen in de chatbox dat ook vinden. Even kijken. Ja hoor. Meer dan 98%. Heeft u nog wat te melden voordat ik ga afronden? Ja, wel. Kijk, want waarom heb je het steeds over een implosie? Want cartoonings die beeldt het toch uit als een explosie? Het was een implosie volgens het NOS-journaal destijds. Wat denkt u dan? Nou, als iets naar buiten kapot gaat, dan heet het een explosie. Ja, maar hoe kan dat dan? Nou, heel eenvoudig. Met explosieven en eventuele soort laservapen. Nucleaire opties staan ook open. Oh, daar belt weer een klant. En het gaat druk worden, dus ik stop de audio. En ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Dagwens en tot ziens, Eikel. Nou, ik vond het heel indrukwekkend met meneer het kleintje met een lange R en een D. En ik heb ook de indruk dat we nu allemaal meer weten over hoe en waarom van het vinden van het paspoort van Mohammed Atta door de burgemeester van New York in het bijzijn van een camerateam. Oh, daar is nog een kon. Ja, meneer G. Ja, ik wil als afsluiting dus zeggen dat meneer het kleintje met een lange R en een D echt wel zijn best heeft gedaan en dat hij hem echt wel wat te zeggen had. Jammer dat je hem niet de hele tijd aan het woord hebt gelaten. Oh, het uurtje is klaar. Dat maakt mijn vrouw, mevrouw K. Altijd. Dankjewel, lieverd. Hier kan mevrouw K nog even. Tja, wie altijd laten eten? Werd er een voortzetting zijn? Ik denk het wel. Met of zonder donatiebutton. De kijkeraars, ik moet zeggen dat ik van tevoren heel erg zenuwachtig was. En dat het achteraf niet nodig was. Daar komt de muziek. Tot de volgende aflevering.